Het Raadsherenpark in Vosselaar was de voorbije zomer weer de habitat van honderden spelende kinderen. De jeugddienst van Turnhout organiseert er elk jaar de speelpleinwerking Wollebos. Synoniem voor 5 weken bomvol animatie. Wij bereiden activiteiten in het loop van het jaar voor. En dat zijn pleinspelen, dat kan gaan tot koken, tot eens een uitstapje, tot ravotten en bouwen, knutselen. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen en je kan het hier eigenlijk wel komen doen. Ja. Kinderen tussen 5 en 15 jaar kunnen hier eind juli en heel de maand augustus van 's morgens tot 's avonds terecht. De jeugddienst zorgt elke werkdag voor busvervoer naar en van het plein. Met op- en afstapplaatsen in alle Turnhoutse buurten. We hebben zeker op topdagen meer dan 100 kinderen hier. Van verschillende gezinnen, families. En het is ook helemaal niet zo duur. Het is als je bij de Grabbelpas bent ingeschreven, is het maar 5 euro per dag. En als je een vrije tijdspas hebt, 1 euro. Dus dat zijn heel democratische prijzen om hier een dagje te komen spelen. Ik kom eigenlijk naar hier omdat ik hou van rapotten en spelen en ik ben ook dol op voetbal daarom. De spelletjes die we spelen, dat is veel toffer dan thuis u zitten te vervelen. En ook de monitor en zo zijn tof. Zo'n 45 ervaren monitoren verdelen de kinderen 's morgens in kleinere leeftijdsgroepen. En elk kind heeft zo zijn favoriete spelletje. Ik heb Bertha, doktertje, Taktertje in de knoop. Takkendoeken leggen. Piano. Taktus bloemen. Tiktak bloemen. Taktuk leggen. Van mij allemaal hetzelfde. Elke week is er eigenlijk een nieuw thema. Bijvoorbeeld volgende week was het bouwen. Deze week is het musicals. Zo gaan we nu met de eerste groep. Daar werken we heel veel in thema mee om de fantasie heel goed te laten werken bij de kindjes. Gaan we heel de wereld rond proberen te reizen. En dan komen ze in Afrika, in China, Italië. En dan gaan we daar de streekproducten eens proberen te proeven en echt spelletjes van daar te spelen. En dan gaan we ze zo heel de wereld eens laten zien. Van bom. Hout. Bom, hout. Wij maken. Ja, instrument. Ja. Soeptakken. Jullie helpen? Ja. Ja. Wij dansen. Kom maar, ga zoeken. We zoeken. De Wollebosmonitoren kijken ook letterlijk over de grenzen. Vorig jaar brachten ze een bezoekje aan hun collega-speelpleinmonitoren in Malta. We zijn daar een volle week geweest en we hebben daar spelletjes gespeeld. We hebben spelletjes van België gedaan gespeeld en ook spelletjes van Malta. We hebben daar over onze cultuur en ons land dingen uitgewisseld. Ook hoe dat jullie hun speelpleinwerking doen. Dit jaar kregen de Turnhoutenaren de Maltese op bezoek. Samen bedachten ze een uniek samengesteld spel dat op veel bijval van de kinderen kan rekenen. Dat is koningsbal rugby. Dat is gewoon koningsbal dan eigenlijk. Maar dan langs de buitenkanten mogen ze een beetje rugby spelen om dan de bal te pakken te krijgen. Dus ze mogen de bal van de andere ploeg afpakken. Voorlopig worden de activiteiten van het speelplein nog georganiseerd vanuit containers. Maar daar komt volgend jaar verandering in. We hebben hier nu 2 jaar in containers gezeten omdat ze hier het paradijs, het nieuwe gebouw van Raadsherenpark, aan het verbouwen zijn. En volgend jaar gaat dat klaar zijn en dan kunnen we daar terug in met alle kinderen. En dat gaat natuurlijk wel iets comfort zijn.